Welkom bij Vrijmeerbeurs nummer 9 van vrijdag 27 november. Een serie waarin we elke vrijdag gaan kijken naar het meest belangrijke en interessante nieuws van de afgelopen week. Zodat je in ongeveer 10 minuten helemaal bij bent wat je als belegger zijnde moet weten. Ook vandaag hebben we weer drie onderwerpen die ik wil gaan behandelen: ten eerste nieuwe beursrecords deze week. Ten tweede de beleggerstraining livestream. En als laatste wat de ECB heeft te vertellen over banken. Genoeg te bespreken weer, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van de passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En nu gaan we dus kijken naar het meest belangrijke, interessante nieuws van de afgelopen week. Te beginnen met nieuwe beursrecords. Want de afgelopen maand zijn beurzen best wel flink gestegen. Heeft natuurlijk voor een groot gedeelte te maken met het, ja, de coronavaccins die de laatste tijd bekend zijn geworden. Niet alleen Pfizer, maar ook Moderna en ook andere bedrijven zitten gewoon aan te komen dat deze vaccins er binnenkort zijn. En dus het ziet er een beetje... Het ziet er niet eens een beetje, het ziet er gewoon heel erg positief uit. Zeker als we een paar kwartalen alweer verder durven te kijken. En dat is zeker iets wat de beurs doet. De beurs kijkt vaak ongeveer tussen een half jaar en een jaar vooruit. Dus gaan we kijken hoe de beurzen de afgelopen tijd hebben gereageerd. Ten eerste dus de afgelopen maand. Dan zien we dat de AIX zo'n 11% in de plus staat... Uh, gevolgd door de Dow Jones met ongeveer 9% in de plus. En dit is dus de beurs die deze week een nieuw record heeft aangetikt. De 30.000 voor deze beurs. Dus de hoogste punt ooit. En tenslotte de SP 500, de 500 grootste bedrijven van Amerika met een 7,5% in de plus. Focussen we dan eigenlijk op de laatste paar dagen. Dan zien we daar juist weer een kleine daling. Misschien dat mensen juist wel winst gaan nemen na die flinke stijging. Want, zoals gezegd bij de SP 500: 7,5% in de afgelopen maand. Maar eigenlijk in de laatste vijf dagen voor woensdag was het al 3,2% in de plus. En wat dan ook nog meespeelt, is dat dit weekend Thanksgiving is in Amerika. Dus de beurs was gisteren al gesloten. Misschien heb je het wel gemerkt dat er heel weinig gebeurde in je portefeuille. Nou, dat was dus omdat de Amerikaanse beurzen, de beurzen in New York, gisteren gesloten zijn. Vandaag zijn ze maar een halve dag open. Tot één uur lokale tijd in New York. Dus ook dat is maar een halve dag. En daarom hebben heel veel handelaren al gezegd: van dan pakken we natuurlijk deze dag ook vrij. Want dan hebben we lekker een lang weekend van vier dagen. Dat betekent wel dat je. Ja, in vier dagen kan heel veel gebeuren. Als de beurs nou gesloten is, is dat niet zo erg. Maar als er eventjes een halve dag tussendoor open is... terwijl jij er niet bent omdat jij weekend hebt... is dat wat vervelender mocht er iets gaan gebeuren. Dus ik denk ook dat heel veel van die grotere partijen... juist afgelopen woensdag al een positie gesloten hebben. Mogelijk dus wel winst hebben genomen. En dat zagen we eigenlijk ook wel woensdag gebeuren. Omdat er was een dag met best wel grote verschillen. Kijken we bijvoorbeeld naar Tesla. Die was voor beurs... Uh, stond je al in de min en hij opende uiteindelijk ook ja, gedurende de eerste helft van de dag, zeg maar, met min 2%. Om uiteindelijk toch aan het einde van de dag toch 3% in de plus te eindigen. Dus ook daar een grote schommeling. Dat zagen we ook bij de concurrent, laten we het even noemen: Tesla nummer 2, NIO. Ook daar zagen we grote schommelingen. Eerst flink omlaag, maar later flink omhoog. En het kan dus ook zo zijn, dat is misschien een beetje mijn verwachting, dat juist. Uh, apartere partijen, zeker particuliere beleggers zoals jij en ik, juist willen profiteren van dit soort dalingen. Dus wanneer een grotere partij vanwege Thanksgiving misschien wel juist hun winst neemt, hun positie verkoopt, dat juist beleggers zoals jij en ik daarvan willen profiteren. Dat iedereen snel inkoopt, waardoor we eigenlijk gedurende de dag toch hoger eindigen. En dan het tweede onderwerp van deze video: dat is de beleggers training livestream. Ja, vandaag vrijdag, de 27e. Het is vandaag Black Friday, maar eigenlijk staat bij heel veel bedrijven al de hele week in het teken van Black Friday. Ook onze beleggers training is al de hele week in de aanbieding. Je kunt deze nu kopen voor maar 99 euro en dat is 33% korting. Dus mocht je daar interesse in hebben, Profiteer daar zeker van van deze korting. En een link daarvan vind je onder deze video terug. En deze training die ik samen met Tim heb gemaakt, is echt gericht op beginnende beleggers. Een training van meer dan 50 video's, 6 uur beeldmateriaal. Wat tools erbij, een community. Ja, die moet je echt als beginnende belegger helpen. Maar ik kan ook begrijpen dat, ondanks deze korting 99 euro toch best wel een investering voor jou is. En dus kan het zo zijn dat je eigenlijk nog een paar vragen hebt. Dat je misschien wel wilt gaan kopen, maar dat je het nog een. Ja, wat antwoorden liever wilt. Nou, je kunt natuurlijk al de hele week via Instagram. Ik zal hem hieronder even plaatsen. Mij gewoon een berichtje sturen. Dan antwoord ik op al die vragen die je hebt. Maar het leek me ook wel leuk om een keer een livestream te doen. Die heb ik gepland staan voor morgenmiddag 12 uur. Dan ga ik een livestream doen, zowel via Instagram als via YouTube mensen dat is de planning. Het is voor mij ook de eerste keer. Dus laten we hopen dat alles goed gaat. Dus, mocht je nog vragen hebben, um, ja, kom zeker naar die livestream toe. Stel ze. Misschien heeft iemand anders wel een hele goede vraag waar jij nog niet over hebt nagedacht. En heb je op die manier toch. Dat Je informatie binnenkrijgt. Dus hou morgen rond 12 uur even Instagram en YouTube in de gaten. Want als alles goed gaat, hebben we dus een livestream. Kan jij je vragen stellen? Of kan je dus zien? Wat anderen voor vragen hebben. En mogelijk helpt dat je nog bij net bij die laatste stap. Uh, we kunnen het misschien ook over andere dingen hebben, over beleggen. Een beetje om de tijd vol te krijgen. Laten we zeggen dat we het ongeveer een half uurtje doen. Het is gewoon een beetje wat leuker contact weer met de mensen, met jullie kijkers. Dus. Uh, Morgen 12 uur dus. En dan het laatste onderwerp van deze video. Dat is wat de Europese Centrale Bank heeft te zeggen of als advies heeft aan de bankie gewoon in Nederland in Europa. Deze week zijn er twee nieuwsberichten geweest die ik even wil uitlichten, omdat ze best wel interessant zijn. Aan de ene kant voor de korte termijn en het andere bericht juist voor de langere termijn. Laten we het eerste bericht bekijken. Daar zien we dat de ECB waarschuwt banken dat stroppenpotten vol moeten. Oftewel, de ECB, de centrale bank, die zegt van: zorg dat je meer geld opzij zet, want de komende tijd zijn er veel meer bedrijven die met betalingsproblemen te kampen hebben. En de verwachting is dat dat de komende maanden nog toe gaat nemen wanneer overheden de steun gaan stoppen. Juist omdat ja, coronavaccin er is, we gaan afbouwen, we gaan weer terug naar het oude laten we hopen. Dan valt die steun weg en het kan zomaar zijn dat bedrijven die nu net volhielden vanwege die steun en niet meteen weer terug naar de oude situatie gaan, dat die toch nog omvallen. Dus de ECB waarschuwt daarvoor en zegt van zet meer geld opzij. Uh, banken hebben op dit moment ook niet zo heel veel winst, dus ze hebben ook niet zo heel veel geld dat ze opzij kunnen zetten. Dus dat is een beetje ja, een beetje lastige situatie. Maar hieruit kunnen we wel uit afleiden dat het zeker op de korte termijn nog heel erg onzeker is. De kans dat heel veel bedrijven bij jou in de buurt misschien nog wel om gaan vallen is best wel groot, zeker juist wanneer die steun wordt afgebouwd. En daar had ik het volgens mij vorige week ook al over gehad, dat ze verwachten dat eigenlijk dit kwartaal... Uh, de bedrijven die fiat gaan, gaan toenemen. En de piek zal volgen in het tweede kwartaal van volgend jaar. Uh, na de rand zal het al weer af gaan bouwen, maar juist de komende drie kwartalen, de komende zeven maanden, laat ik even zeggen, best wel een moeilijke situatie. Gaan we iets verder kijken naar eigenlijk de tweede helft van volgend jaar. Daarmee heeft het volgende nieuwsbericht te maken. En daar zien we dat juist de ECB, het dividendverbod, wat nu eigenlijk voor banken geldt, volgend jaar gaat opheffen. De banken die er dan goed voor staan. Dus niet de banken die nu al te weinig winst maken. Maar die er juist dus goed voor staan. Die mogen volgend jaar weer winst uit gaan keren. Dit jaar is het sinds maart afgeraden. Juist omdat ze de winst niet uit moesten keren. Maar die buffers moeten opbouwen. Waar we het zojuist over hebben gehad. En nu zien we dus dat banken volgend jaar wel weer die winst mogen uitkeren. Uh, aan de ene kant heeft dat ermee te maken dat waarschijnlijk uh, het. Engeland, het Verenigd Koninkrijk en Amerika, dat de banken daar ook alweer dividend mogen gaan uitkeren volgend jaar. En dan gaat Europa automatisch daarin mee om natuurlijk banken niet op een andere ja, achterstandspositie te brengen. Aan de andere kant, zoals we net al zeiden, mochten die vaccins gaan werken, we gaan weer een beetje terug naar de oude situatie. Dan hebben we, denk ik, het ergste ook alweer gehad. De meeste bedrijven zijn dan misschien wel omgevallen. Het uh, hoeft niet extra geld om nieuwe bedrijven te helpen. En is dus de mogelijkheid om winst uit te keren aan de aandeelhouders. Die is er weer. En dat wordt natuurlijk dan ook weer gewaardeerd door aandeelhouders. Dus kort samengevat, op de korte termijn, banken hebben het nog even lastig. Juist omdat ze eigenlijk misschien wel meer geld dan dat ze winst maken apart moeten zetten uh, juist omdat dus bedrijven op de korte termijn kunnen omvallen zal vaak trouwens niet echt de beursgenoteerde bedrijven zijn maar juist de bedrijven de kleinere bedrijven bij jou in de buurt misschien wel bedrijven waar jij en ik werken heeft uiteindelijk wel natuurlijk impact op die beursgenoteerde bedrijven want zij kunnen het nu wel goed doen maar wanneer over een paar maanden mensen zoals jij en ik hun baan gaan verliezen kunnen we niet meer zoveel geld uitgeven? En dat raakt natuurlijk ook deze beursgenoteerde bedrijven. En op de langere termijn ziet het er dus positiever uit. Zeker zoals gezegd, wanneer dat coronavaccin er is, dat gaat werken en we een beetje richting de oude situatie weer teruggaan, dan is het in ieder geval een stuk positiever. Ik weet alleen zelf nog niet wat ik eigenlijk over volgend jaar moet denken. Het kan zo zijn dat wanneer bedrijven omvallen, wat slechter gaat met de economie, mensen minder kunnen uitgeven, dat dat natuurlijk uiteindelijk effect heeft op de beurs. Het kan ook zo zijn dat iedereen natuurlijk heel erg blij is dat we weer terug naar die oude situatie gaan. Iedereen gaat weer naar buiten, op vakantie, naar restaurants, geeft heel veel geld uit misschien wel. Dus dat zou misschien juist de economie wel weer kunnen helpen. Uh, ja, ik weet nog niet hoe ik daarover moet denken. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe jullie daar juist over denken. Dus laat even weten wat jij van volgend jaar denkt. Zie jij het als een jaar waarin we misschien wel een crisis gaan krijgen? Of een jaar waar het juist heel erg goed gaat. Omdat iedereen heel erg blij is na corona. Laat dat weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? En wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal. Want meer mensen krijgen deze video te zien. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd? Ongeveer 1 op de 2 kijkers is nog geen abonnee. Ik maak dus elke week drie video's. Die gaan over persoonlijke. Financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren en klik op het belletje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Zoals gezegd, morgen rond 12 uur hoop ik een livestream via YouTube en via Instagram te doen. Uh, ja, YouTube weet je wel te vinden, Instagram zal ik hieronder nogmaals plaatsen. Mocht je me daar wel volgen, hoop ik jou morgen te zien en anders bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en een fijn weekend.